Nederland en water zijn als peper en zout of ANWB-koppels die dezelfde jassen dragen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al eeuwenlang strijden we met elkaar, maar het levert ons ook ontzettend veel op. We zijn namelijk zo goed met water en watermanagement dat we zelfs in het buitenland gevraagd worden om dijken te bouwen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Aan alles wat met water te maken heeft, wordt door de waterschappen met mens en macht gewerkt. En in 2023 bepaal jij hoe dat eruit ziet. Dan staan namelijk de waterschapsverkiezingen op het programma. Maar hoe werken de waterschappen eigenlijk en wat valt er te kiezen? Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, decentrale overheden. Alleen waar gemeenten en provincies zich bezighouden met allemaal verschillende dingen, hebben waterschappen maar één taak, het waterbeheer. Dat betekent dat waterschappen belastinggeld krijgen om bijvoorbeeld 18.000 kilometer aan dijken, dammen en sluizen te beheren. Ze houden daarmee 225.000 kilometer sloten, beken en rivieren schoon en zuiveren jaarlijks zo'n 2 miljard kubieke meter rioolwater. Even ter vergelijking, dat zijn ongeveer 800.000 Olympische zwembaden vol. Daarin zou Maarten van der Weijden een miljoen keer de Elfstedentocht kunnen zwemmen. Maar waar stem ik dan over? Ik bedoel, iedereen is toch voor veilige dijken en schoon water? Ja, daar heb je gelijk in. Het is alleen wel zo dat er voor elk probleem verschillende oplossingen en investeringen mogelijk zijn. En dat heeft invloed op jouw waterschapsbelasting. Vind jij bijvoorbeeld dat er meer geld moet naar oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of repareren we schade als het zover is? Kortom. Jouw mening over het waterbeheer bij jou in de buurt telt. Maar dan moet je wel stemmen. Wil je meer informatie over de waterschapsverkiezingen van 15 maart? Kijk dan op waterschapsverkiezingen.nl en vul direct de stemhulp in.